toen ik begon, begon ik gewoon voor de lol met 8 vergeten groenten. Het was een buggenumsmuske, een truffelaardappeltje, een kardoen, een gele wortel. Gewoon om eens te kijken wat het was. En, dat is een jaar of 10 geleden? Dat is in 2003 geweest. Ja. En meteen al kwamen dus vragen van groothandels. Joh, we vinden dat leuk. En dat waren dus groothandels voor echte toprestaurants. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ben met mijn oude Land Rover uit 1978 helemaal naar Zwolle gereden. Naar het restaurant van Johnny Boer. En daar een kistjes in de keuken neergezet. Dat is heel primitief begonnen. Dus nu werkt dat absoluut niet meer zo. Nu gaat het gewoon met de normale logistieke stromen en vrachtwagens hier op de Venlose groenteveiling. Maar aan het begin dus er zijn toch een aantal vergeten groentes die nu al lang niet meer vergeten zijn, die echt wel het publiek hebben bereikt? Nou nee, dat wil ik niet zeggen. Wel bij de toprestaurants en de betere restaurants. Heel veel mensen kennen steeds meer vergeten groentes wel van naam. Als mensen iets noemen, dan noemt 90% als eerste pastinaak. Dat was een jaar of 4 geleden was dat altijd de schorseneer. Oh ja? Ja, dat was voor mij echt het boegbeeld van de vergeten groente. Nu is dat de pastinaak. Waarom? Dus, hoe komt dat? Hoe is dat zo gekomen? Hij past op de eerste plaats heel goed in ons eetpatroon en ons kookpatroon. Dus roerbakken, wokken, stampotjes. Hij is een beetje zoet. Ja. Dus en dat, de schorseneer, die is weer opnieuw vergeten? Ik denk wel dat het komt, maar het gaat langzaam. Je moet in stappen van 10 jaar denken voordat de consument echt een nieuwe groente overneemt. Heel belangrijk is als bijvoorbeeld een pastinaak als kant-en-klaar product aangeboden wordt. Dat mensen dat eerder pakken, het uitproberen. Ja, denk want dat mensen het vinden het heel moeilijk om iets te bedenken van wat kan ik er dan mee? Ja, precies. Kijk, als er bijvoorbeeld een pastinaaksoep of een roerbakschotel met pastinaak aangeboden wordt. Mensen vinden dat lekker. Ja. Of de mensen die het lekker vinden gaan dan vervolgens zelf proberen. We gaan een handje helpen. We gaan iets oogsten en we gaan iets klaarmaken. En dan gaan we het recept op de website zetten, zodat mensen dat ook eens kunnen proberen. Dus moet je dus niet een al te moeilijke groente pakken. Mensen moeten hem wel kunnen verkrijgen. Ja, ik wilde toch iets aparts doen, wat wel overal is. Paardenbloemengelei. Oké. Ja. En ik wilde ook voorstellen om wat met rabarber gaan te maken. Het is niet echt een vergeten groente. Maar wat we hier in de tuin hebben zijn eigenlijk de echte vergeten groenten, zoals Huttentut, Brave Hendrik, Cardoene, Tripmadam. Aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we heel veel oude rassen van groentes die we wel nog kennen. En ook bij de rabarber hebben we de Nezeker. Dat is een heel oud Zweeds ras. En daar gaan we iets mee doen. Wij gaan oogsten. Oh, kijk, hier hebben ze vanochtend de bieten geplant. Hè? Die zijn zo te zien net uitgeplant. Ja, die hebben we in de kast voorgekweekt en die worden nu uitgeplant. En straks als we rondleidingen hebben, dan laten we mensen dat allemaal zien. Trekken we ook eens een bietje uit de grond. Ja, leuk. Wim. Mevrouw vraagt wat je aan het doen bent. Ik ben op het moment de paadjes bij aan het harken. We hebben vanmorgen van alle onze planten gepoot. Oh, ja. Kijk, hier hebben ze dus konijnen flink aangevreten. Nou zeg. Vind je dat niet frustrerend als je dan ziet, dit is dan een andijvieveldje, nou dat is gewoon op, ja, nou, door de knijnen. Het groeit wel weer aan. Ja. Dus hier doen ze dat bijna nooit, dat zijn verhoogde bakken. Ja. Dus vorige week was het ook niet. Maar ja, ik zie dus nu tot mijn grote verdriet dat het aangeeft. Maar ze hebben het hartje niet opgegeten, dus dit groeit wel uit. En zo rond half mei, eind mei, houdt de verraad van konijnen wel op. Oh. Dus altijd in het voorjaar. Want dan hebben ze in het wild genoeg te eten. Ik denk het. Ik heb ze nooit gevraagd. Ik ben de voedersieren, zit hier rondom de afloop. Er worden zonnebloemen gepoot en daartussenin komt Oost-Indische kers. Het oog wil ook het hebben. Ja. Die kun je ook eten, hè? Oost-Indische kers. Ja, zo ver ben ik niet. Ja, maar dat leren we jou wel. Ja, nou, het is het eerste jaar dat ik bezig ben. Dus, En ik vind het bezig zijn in de tuin vind ik gewoon geweldig om te doen. Dus, Want hoe bent u hier zo terechtgekomen? Ik ben gestopt met werken. En dit is, ik kom zelf oorspronkelijk van een boerderij af. En ik heb het altijd fantastisch gevonden om met mijn handen in de aarde te vroeten. Nou, dus wat is nog leuker als om dit te doen? Wie heeft nu nog zo'n ruim luchtruimte dat je kan zien? Ja. Nou, dat is hier allemaal gratis erbij. Dus ik vind het gewoon zonder meer geweldig. Ja. Ze werkt in een hoog tempo de groentes de grond in. Ja, mooi hoor. Ja, leuk. En het ziet er prachtig uit. Een beetje zo'n vogelverschrikkertje, het tuinhuisje, zonnebloemen. Dat is een beetje dat moestuintje van opa, sfeertje krijg je dan. Kijk, hier gaan we een mooie rabarberkompot van maken. Een groene rabarber. Veel mensen denken van ja, die is groen en dus niet eetbaar. Maar hij is erg lekker. Heeft zeggen, nog niet rijp, hè? Nee, hij is wel rijp. Ja. Kijk maar. En
Rabarber is een perfecte plant om gewoon in de tuin te zetten als je een klein tuintje hebt. Ja, want het is een meerjarige plant. Ja, je hoeft er niks aan te doen. Hij komt elk jaar opnieuw op. Pas rond 1900 is het een groente geworden, maar daarvoor was het een medicijn. Het is hartstikke gezond voor je maag-darmstelsel. We schrijven ook columns over rabarber en bijvoorbeeld voor de Maag-Darm-Leverstichting. Dus het is echt een hele gezonde groente ook.